Yassin, je officiële Eredivisie debuut voor Vitesse. Hoe voelt dat? Geweldig, geweldig. Het voelt echt heerlijk om een officiële debuut te maken. Bij Vitesse ook, als 18-jarige. Voelt heerlijk. Dat moet helemaal lekker voelen, dat je debuteert, Vitesse wint. Dus een perfecte avond, denk ik. Ja, perfecte avond. Kan niet meer stuk gaan. Heerlijke overwinning. En het is lekker als je met een voorsprong erin gaat. Het is niet zeg maar dat je met stress of zo moet spelen. Ik speelde gewoon lekker vrij uit. Toen jij wist dat je meeging naar Enschede, wat ging er toen door je heen? Alles, spanning, blijdschap, alles erop en eraan. Natuurlijk hartstikke blij dat de trainer me mee vroeg. Toen je erin ging, wat gaf Oosting jou mee? Hij zei, geniet ervan, dit is jouw moment. En lekker voetballen. Ja, en hoe gaat het dan als je erin staat? Want je zegt van nou, een beetje kriebels in je buik. Gaan die snel weg als je dan op het veld staat? Of hoe moet ik dat voor me zien? Ja, zodra ik in het veld stapte, was het gelijk weg. Was het alleen maar denken aan voetballen. Toen werd je ook nog neergelegd vlak bij de 16 meter. Door jouw actie kreeg Vitesse een vrije trap. Die ging je net niet in. Dat was jammer, denk ik, want dan had jij een aandeel in een doelpunt gelijk bij je debuut. Klopt, ja. Jammer dat hij niet erin ging. Wel goed schot van Honda. Helaas dat hij niet erin ging, maar ja. Hoe heb jij naar je debuut toegeleefd? Want ja, je speelt al even in de academie bij Vitesse. Je maakt minuten bij onder 21, af en toe bij de onder 19. En nu dus in het eerste. Natuurlijk niet altijd makkelijk. Elke dag hard trainen ervoor. Elke dag vroeg opstaan ervoor. En ja, dat heb je uiteindelijk ervoor over om je zeg maar, naar het eerste te werken en je debuut te maken. Ja, je hebt gedebuteerd met nummer 37. Nou, voor Vitessenaar is dat volgens mij ook een heel bijzonder rugnummer. Klopt. Kasia. Ja. Nou, dus dat is nogal een erfenis die je moet dragen. Ja, ik hoop dat ik die over kan dragen. Ja, ik hoop het. Het zou mooi zijn.